Te vaak moet de brandweer uitrukken terwijl er niks aan de hand is. Deze valse brandmeldingen hebben meer gevolgen dan mensen denken, maar de melder zelf kan er niet altijd iets aan doen. Daarom is de brandweer een project begonnen om het aantal onterechte te uitrukken terug te dringen. Uh, waar we nu mee kampen is dat het ook veelal de installatie inkomt, terwijl eigenlijk niet de bedoeling is dat de brandweer komt om een uh, idee te geven van de omvang. Het gaat ongeveer over 1400 uh, loze meldingen op jaarbasis voor Gelderland-Zuid. Uh, het vervelende daarvan is dat we ook veelal vrijwilligers, uh, vrijwillige brandweermensen daarvoor moeten oppiepen. Die moeten dan van thuis komen of vanuit werk. En uh, ja, het is niet goed voor motivatie uh, uh, op het moment dat ze daarvoor, uh, zeg maar op die manier uh, uh, komen en dat achteraf blijkt dat het eigenlijk niet nodig was. Je moet ook zien, vrijwilligers komen vaak uh, van een werkplek af. Uh, de werkgevers zitten ook niet op te wachten. Hè. Ze zijn vaak wel bereid om vrijwillige brandingmensen uh, in dienst te hebben, die mogen uitdrukken. Maar als het eigenlijk niet zinvol is, dan zien we daar ook de medewerking bij afnemen. En uh, ja, zeg maar last but not least, uh, wat we ook proberen te voorkomen is uh, dat we onnodig met toetsen en bellen, hè, de zwaarlichten en, en, en de sirenes over straat moeten. Omdat dat ook risico's met zich meebrengt. Uh, de melding komt binnen vanuit de, meld, uh, van, vanuit, uh, vanuit de meldinstallatie vanuit het bedrijf bij, bij onze meldkamer. Uh, voordat wij dan zeg maar, een, outro, een brandweerauto laten uitdrukken, wordt in eerste instantie gebeld met het, met het object waar de melding vandaan komt. Uh, daar, daar trekken we een minuut voor uit en dan proberen we het achterhalen of er daadwerkelijk wat aan de hand is. Uh, als het blijkt dat het, uh, dat het inderdaad een valse of een ongewenste melding is, dan leidt dat in ieder geval niet tot een ongewenste uitdruk van ons. Ja, we zijn inderdaad uh, twee, twee maanden geleden begonnen met die verificatie, zoals we dat noemen. Dus het bellen met het object naar een loze melding. Uh, De resultaten zijn prima. In die zin, in maand september hebben we een reductie gekregen van 54% op het aantal uh, loze uitdrukken. En in maand oktober zelfs uh, 64%. Dus prima resultaat.